Na goed overleg met de minister van Onderwijs en mede op aandringen van collega's van de UNESCO hebben de twee functionarissen Widya Narayen en Stephen Fauquet wederom hun werkzaamheden opgepakt in belang van Suriname. In oktober hebben Narayen, secretaris-generaal van de Nationale UNESCO-commissie Suriname, en Fauquet, World Heritage Site Manager voor de historische binnenstad van Paramaribo, hun functies neergelegd. De functionarissen waren van mening dat de verwikkelingen rondom de bouw van de nieuwe vergaderzaal ongetwijfeld repercussies zouden hebben voor de werelderfgoedstatus van Paramaribo. Het tweetal Fauquet en Narayen is dus weer in functie. Er zijn 5 strategische gebieden geïdentificeerd om ervoor te zorgen dat het Marwina ziekenhuis zo snel mogelijk toegang kan bieden tot eerste lijn zorgdiensten. Het gaat onder meer om een 24-uur spoeddienst, het verstrekken van de kraamafdeling, versterken van de kraamafdeling en het ontwikkelen van ambulante zorg, waaronder tandheelkundige zorg. Dit gebeurde nadat minister Ramdin samen met een Franse delegatie een bezoek aan het ziekenhuis bracht op 1 december. Het is de bedoeling dat begin 2024 gestart wordt met de bouwwerkzaamheden en dat de eerste resultaten in 2024 zichtbaar zullen zijn. De HPG Latour-school, die onder de Stichting Evangelische Broedergemeente valt, heeft op 1 december haar jaarlijkse Anitri Singi gehouden voor de deur van Telesuur Latour. Jaarlijks zingen leerlingen van het EBG-onderwijs op verschillende locaties religieuze liederen in de vorm van zang, zoals die valt onder de Anitri Singi-activiteit.